Hallo kijkers van Shine Sprites. Het is tijd voor aflevering 5 van de Pokémon Sword and Shield Avatar Lock met Jordi van de Sub Park Guys. Hallo. Moeshi moeshi. Daar gaan we weer. Moeshi moeshi. Moeshi moeshi. Oké, het is tijd voor de eerste gym. Ja. De eerste gym. Wat is jouw tactiek hiervoor? Flame Charge. Dat is mijn tactiek. Ik denk dat ik waarschijnlijk veel Butterfree gaan gebruiken dan Drifloon. En als het echt nodig is, waarschijnlijk Bidoof. Oké. Man, ik wil even die Butterfree even levelen. En ja, hey, Bug Flying. Wat nou grass moves? Nee. Nou, let's go. Gymtijd. Ik vind deze puzzels heel sterk. Eigenlijk bijna voor alle gyms in deze. Vind je alle gyms heel sterk, zei je dat? Alle gympuzzels vind ik heel sterk in deze. Hier heb je Voodoo Herding. En ik weet niet, ik vind het een heel geinig idee. Ik vind het wel leuk dat je zo'n, dat je ook wat anders dan normaal, zeg maar. Ja. Met gyms. Puzzel. Schuif hierin. Of volg dit pad. Ja. Mm-hmm. Het is allemaal wat actiever. Ja, precies. En ik heb nog geen dead, dus ik ben blij. Even afkloppen. Ja, niet op bewerkt hout doen, hè? Dat werkt niet. Oh. Oeps. Naar de bossen lopen, kom op. Echt hout. Ja, jongen, laat me met rust. Dank je. Ik vind dat wel weer geinig. Ja, je moet Wooloo herden. Oké, mooi. Heeft Milo een Wooloo? Nee. Oh. Waarom moeten we dan Wooloo herden? Omdat Milo een farmer is. Ja. Maar het zou eigenlijk logisch zijn dat we dan Wooloo moesten herden en dat er dan ergens een kleine Eldegoss in zat. Om toch nog een beetje het grass element erin te houden. Of ze hadden Wooloo gewoon part grass moeten maken. Ja, maar dan zou je weer het ding hebben van Skiddo. Skiddo en Go-Goat. Ja. Wat op zich ook niet verkeerd is, want je hebt ook Taurus en Miltank, dus het kan ja, wel. Ja, precies. En Boefeland. Ja. Sorry, vaak koppel ik Taurus en Miltank wel, maar Boefeland koppel ik er nooit aan. Ik dacht eerst ook dat het een evaluatie van Taurus zou zijn. Ja, maar iedereen dacht ook dat alle Momolen een evolutie zou zijn van Lucky. Ja, maar dat is toch ook slecht dat niet zo is? Toch? Ik kan daar echt boos worden. Ja, het was echt slecht. Oeh, nice. Psybeam. Dankjewel, Butterfree. Nou, dat was eerst gym trainen. Ja, die heb ik ook verslagen. Ja, wil je ook Butterfree, hè? Even wachten tot de Jemper weg is. Zo, hotseflots. Hotseflots, hatseflats, hutseflits, ietseflits. Hetseflits. En volgens mij... Nee, ik moet nog een stuk. Ik vergeet iedere keer dat deze eigenlijk vier etages heeft. En dan is het tijd voor de vierde etage. En om een van de reden, ik ontwijk hier de trainers wel. Niet per se, maar ik vind het gewoon fijn dat ik mijn Wooloo groep nog bij elkaar precies kan houden. En maar ik zeg dat tegen, en ik heb nu mislopen. Die achteraan staat. Ja. Doei mevrouw. Oké. En dit was de gym challenge. Oh ja, ik ben wel tegen een van die allerlaatste vrouwen die daar in het midden staat. Daar ben ik nu wel tegen. Die kon ik niet. Ik kijk nog even of ik tegen haar kan vechten als ik terugloop. Ja, het is wel een korte gym challenge, dus. Weet je wat, ik vecht even nog tegen haar. Even nog een level. Kijk of ik nog een level kan scoren. Ze lijkt een beetje stoned. Ja, echt hè, die ogen. Oké, hallo mevrouw. Ik doe hier een gust. Dat was uw bounce feed. Wat heeft u nog meer? Een Oddish.
Ja, het is niet echt een hele challenge, om haar te verslaan, zeg maar. Nee, klopt. Maar ik vind wel gaaf dat de eerste gym al wel in de eind level 10 zit. Ja. Want maar ja, je hebt ook best wel een hele grote pre-game, hè? Ja, klopt. Wat wel weer een nadeel is, want wanneer je deze hebt gehad, is het gym. Yep. En Nessa is echt pittig. Ik heb ook nog geen idee hoe ik Nessa ga verslaan. Eerlijk antwoord, ik denk eerlijk gezegd dat ik iemand heel lief aan moet kijken om die pumpkaboe heen en weer te wisselen. Voor de Gorgeist. Ja, moet ik alleen even mijn andere save-file opstarten. Dat lijkt me toch echt het enige wat ik nog kan doen tegen Nessa. Oh, maar dat wil ik wel doen. Ik vind die ruiltrades, die moeten we gewoon doen. Precies, maar... Ja. Ik zit even in van, oké, wat kan ik dan voor de rest nog doen? Want ik vertrouw niet Joltik om tegen een Dreadnought te vechten. Nee, dat is best pittig. Galvantula? Ja. Dreadnought? Tegen Joltik? Nee. Ik ben klaar met de fight. Ben jij naar boven gelopen? Ja, ik ben naar boven gelopen. Oké, dan heb ik even die korte animatie waarin ze voor je zwaait. Gym mission cleared. Let's go. Hello. Dan zet ik nu wel heel even Pidoof vooraan. Want we gaan mooi sweepen met Dynamax. Hey, je hebt het. Waarom zou ik het niet gebruiken? Oh, ja. We kunnen naar binnen tegen Milo. Ik ben wel heel eerlijk. Ik vind het wel te gaaf dat ze van die gym zo'n ding hebben gemaakt. Stadion ja, vind vol. Ik ook wel fijn. Vind ik ook wel vet. Ja, ik vind wel. Ik ben niet zo heel groot fan van Dynamax, maar ik vind het wel vet zo met zo'n stadion en zo. Ja, maar dat voelt het ook echt als iets. Want yeah. Kijk, de trials, prima, dat was echt een cultuur iets. Ja, vond ik ook leuk bedacht hoor, op zich. Ja, maar dan is je ook echt een idee van oké, er is echt een cultuur aan gebonden. De tapas waren bij de krant, bij de Kahuna's en iedere trial captain had ook echt daadwerkelijk iets wat aan hun gekoppeld was. Ja, alleen vond ik wel dat ze die trials. Ook gewoon gyms hadden kunnen noemen, zeg maar. Ja, klopt. Maar ja, X en Y aan de andere kant was weer de standaard gyms, maar die had echt een pacing issue van heb ik jou daar. Yup. Oh, jij wil graag de gym 2 doen. Oké, prima. Ik zie je over 2 uur. Ja. Yeah. En dan is weer gym. Dat is op zich zo raar. Ja, dat is wel echt heel raar, ja. Want de mooiste pacing... Ik weet niet wat de mooiste pacing eigenlijk is in de... ding, want Diamond Pro heeft ook. Die heeft 2 pacing problemen naar mijn mening. Ja, wanneer je gym 6 hebt gehad, dus het hele bounty core net door moet... Het hele ja, en ik vind voor gym 1 dat je ook best wel veel moet doen, hoor. Ja. Met weer Jubilife en dan met die clowns en dan die route daarna en dan nog een grot en dan moet je hem ook nog uit een andere grot halen. Ja, precies. En dan tussen gym 1 en 2 zit ook nog weer een tijdje, want dan moet je eerst door een grot heen en een route. Dan moet je Floroma Town, dan moet je die Vella Windworks doen, zeg maar. Moet je heel team... Plasma is dat? Team Galactic. Oh, Team Galactic moet je dan verslaan. Dat duurt al lang. En dan moet je nog heel Eterna Forest door. En dan ben je vast bij de tweede gym. Ja, en weet je wat? Dat zou ik geen probleem hebben gevonden als dat de hele pacing was iedere keer. Ja, dus precies. Veel werk om dat te doen, maar... Nou ja, op zich gym 3 heeft dat ook, want dan moet je... Naar Hardhome, naar Salation, ja, ja, dat klopt. Veelstone. Dan heb je Veelstone, dan heb je de Marsgebied, Pantene, iets in die richting, I don't know, ik weet niet meer. Dan heb je. Nou, je kan 4 en 5 kan je achter elkaar doen, zeg ja, maar. Ja, 4, 5 achter elkaar, dan 6 weer niet. Nee, 4, 5 en 6 kan je redelijk snel achter elkaar doen. Ja. En dan weer heel lang naar 7, omdat je dan door dat hele sneeuwgebied moet. Dat is best wel een lang stuk. En dan duurt het weer even voordat je naar 8 kan, voordat je die route op mag, moet je weer heel veel doen. Eigenlijk heel veel story wat je dan moet doen. Ja, precies. Ik heb Milo verslagen trouwens, het was echt piece of cake. Ja, nou, ik moet hem nog verslaan, want ik was net iets te vroeg met mijn Dynamax.
Ja? Oh ja, ik heb ook meteen first turn Dynamax gedaan. Ja, maar kom niet. Oh, dat meen je. What happened? Oké, okay, Milo, waarom zou je dat doen? Maakt niet zo wat. Nee, ik denk van, hey, ik doe Max Strike, Normal Move, X-Switch, naar mijn Ghost Type. Ja. Yeah. Wat doe ik dan? Grass Move. Maar ik heb letterlijk net nog Pidoof ingehad, dus... Why? Ja, dat is wel raar, ja. Nou, wat doe je? Max Self Growth. Nou, dan even een paar potions erin douwen en dan maken we de fight af. Weet je wat? Ik wissel zo meteen even naar Butterfree. Even dubbel resistance. Butterfree, Butterfree, it's Butterfree, yeah. Waarschijnlijk heeft hij toch niemand een pursuit. Nope. Ja, voor de volgende gym heb ik echt nog wel wat trainen te doen, denk ik. Ja. Maar ik weet wel, denk ik, op welke manier ik het ga doen. Ik ben nog even aan, denk ik, ook voor jou. Je hebt een Electrike, hè? En je hebt een Yamper. Ik heb Yamper en Electrike en ik ga Toxel zo pakken. Dus dan kom ik best wel aan eind. Ja, maar ik weet niet of je Toxel kan gaan gebruiken. Nee, maar dan kan ik wel alvast trainen, zeg maar. Nee, dat sowieso. Je kan wel gaan trainen, maar hij wordt nog Toxtricity. Mhm. Ja, dat is wel pas laat, toch? Level 30 of zo? Of ja. Level 35? Niet op tijd in ieder geval. Nee. Route 5, dan moet ik zo meteen toch een dubbel battle. Ja, nou, daar ben ik nog lang niet. Ik ben nog steeds met die Eldegoss. En Eldegoss is dood. Yay! Wij zijn gym. We zijn de eerste gym doorgekomen zonder devs. En puur even vanuit mijn team kijkende, vind ik dat nog een hele prestatie. Ja. Je had alleen wel een dev met Rookie D, toch? Ik had een dev met Rookie D, ja. Ja, dat is wel zonde. Want anders had je denk ik Rookie D gebruikt in plaats van Beedle. Ja, want dan had ik waarschijnlijk al een Corvus Squire gehad. Ja, die kans is heel groot, ja, dat je die dan had gehad. Ja. Nou, ik weet al een hele mooie die jij misschien kan krijgen volgende route. Applin. Ja. Klopt. Dat zal ik zelf ook nog aan te denken om die in mijn team te doen. Nou ja, niemand van ons mag een fighting type vangen, dus Galarian Farfetch is out. Is die solo fight? Farfetch? Een solo fighting, ja. Even kijken. Ja, ik zit volgende route, zit ik even vol. Want ik kan... we kunnen beide een Incada vangen. Ja. Ik kan een Esper vangen. Ik kan een Spritzy vangen. Ah. Jij en ik kunnen beide een Dupider vangen. Jij kan een Applin vangen. Visible Encounter, ik kan nog een Wobbuffet vangen. Jij en ik kunnen beide een Mincino nog vangen. Oh ja, Mincino, ja. Ik zie hem nu. En... had jij wel of nog niet een stuffel geprobeerd? Of ging nee, ja, die heb ik geprobeerd, maar daar moest ik van runnen. Ja, oké, dus ik kan geen stuffel meer. Okay. Ja. Dus volgende route wordt een beetje vol. Yup. Die Applin kan misschien ook nog wel interessant zijn voor de volgende... Ik zou zeggen van niet, want Applin op zichzelf leert niks. Beetje jammer. Want als je ook kijkt naar Applin, terwijl ik bezig ben met controle van mijn character, want ik wil niet bewegen. Het enige wat hij leert is Withdraw en Astonish. Wat een kut move pool. Ja, hij wordt pas goed wanneer je hem kan evolven naar de shield, hè, wat we hebben. Hè? Ja, Appleton. Ik heb mijn Sino gevangen. Nice. Ik kom er zo aan. Even healen en dan... Ja, rustig. We hebben nog zat tijd nodig om hier Pokémon's te vangen, dus... Daarom. Weer op de CEO again. Nou, ik hoop het eigenlijk niet, want dat zou betekenen dat ik vaker moet healen. Oeh, Great Balls. Here we go. Een paar super potions erin te houden. En ik ben dan weer helemaal happy. Yay, happy. Happy the peppy. Because I'm happy. Oké.
Golet, we gaan jou weer gebruiken als onze mooie vangslaaf. Vangslaaf nog wel. Hey, het is een ghost type. En meer dan de Pokémon die we nou nog tegenkomen zijn normal. En ik zeg dat en dan krijg ik meteen een dubbel battle met volgens mij twee mensen die geen ding hebben. Lombre. Ja, jij kan wel een Nuzleaf hier gaan vangen. Ook nog. Ja. Oh nee, nee, wacht, Nuzleaf is exclusive. Dark, ja. Nee, sorry, Nuzleaf is soort alleen, sorry. Oh, zo. Oh ja, oké, okay, ja, nou. Ik zou hem denk ik ook niet gebruiken. Hey, Esper. Die mag jij vangen. Ja, dan hebben we nog een dingetje voor mij om die te vangen. Ik weet niet of ik een Meowstic ga gebruiken. Want het ding wat ik heb met de Meowstic is... Hey, Applin! Jee! Dat is een early Applin. Ja, hè? Dat vond ik ook. Dat is heel mooi. Alleen hem moet je zo'n item geven toch om te laten evolueren. Ja, een tart apple of een sweet apple. En dan level up of? Voor mij is het alleen een geven en dan ben je er al. Oké, en welke heb ik nodig voor welke? Een van de dingen die je kan doen, er is een kleine story in Hammerlock en dan krijg je het van NPC. En welke krijg ik dan? Tart apple als het goed is. En dan wordt het een? Appleton. En hoe krijg ik die andere? Voor Flapple? Ik ben die, bang... Die van dat eiland in de Wild Area? Ja, voor mij het eiland van de Wild Area. Maar ik weet niet zeker of wij die kunnen krijgen. Of wij alleen maar tart apples kunnen krijgen. Ja. Oh ja, dan maak ik er wel gewoon Appleton. Oh, Appleton was die zesde die ik in mijn team had. Aha. Die ik was vergeten, weet je nog? Toen ik een van de paar afleveringen geleden zei wat mijn team was bij mijn eerste run. Mhm. Ja, dat was Appleton. Nou. Loop maar door, loop maar door, loop maar door. Hey, Golet. Ik weet dat je een paar keer gemutslipt bent, maar raak alsjeblieft nog een keer die freaking Helioptile. Oké, okay, ik heb de ding gekregen. Of, gevangen. Nee, oh, nee, nee Applin heb ik gevangen. Nice. Nou, dat was een hele trage fight. Hoeveel evoluties heb je eigenlijk nu op het moment? Je hebt Doddler en... Raboot. Ah, oké. Okay. Dus het valt nog mee. Ja, het is ook nog maar het begin van de game, maar... Oké, okay. Dan is het nu voor mij tijd om ook eigenlijk wat dingen te vangen. Wat kan ik hier nou nog meer vangen? Even kijken. Ninkada? Nou ja, ook als special encounter? Gas encounter. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dat was het? En Dupire. Oh ja, en ook als grass encounter. Ja. Die zullen allebei lage ding zijn. Even kijken. Dupider is 5. Ninkada is ook 5. Ja, allebei laag dus. En Doddler is 70 of zo? 26. Oh. Die ben ik best vaak tegengekomen namelijk. Nou, ik probeer even deze spritsie te vangen, maar ik twijfel of ik hem ga gebruiken, ja of nee. Ja, ik zou hem niet gebruiken, maar ja, weet je, als straks het noodlot toeslaat. Collectie. Ik weet niet of ik al die moeite ga doen voor Ninkada en Dupider. Even kijken. Nee, Ninkada zou ik ook niet doen om moeite in te stoppen. Alleen, ja, het argument kan je nog wel geven voor Dupider, want het is een watertype met Burk. Ja, dat is waar.
En heb je tenminste wel iets om bepaalde Pokémon's mee te verstaan. Want je hebt Fire en Electric. Nou ja, met een Ground-type kom je er vast te zitten. En een Rock-type. Ja, maar Rock-type heb ik... heb ik mijn Pancham die Fight aanvallen heeft. Dus... Oké. Ja, maar het ground is wel een probleem, ja. Ik wil bijna dat je spritsen niet meer wangen. Doet hij lastig? Hij heeft Fleeuw en hij heeft Draining Kiss. Dus ik kan hem niet al te veel damage aan, anders is een Fleeuw te veel. En ik kan zelf niet te veel damage oplopen, anders ga ik dood door Draining Kiss. Ja, en hij hield zichzelf ook elke keer daarmee. Yep. Oké, dat ding gaat mee. Hij blijft nou zitten in de bal. Ah. Nou, staat hem eens klaar. Oeh, Nightshade. Zullen we de battle straks met Hop, want dat is zo meteen op die brug. Ja. Daarvoor hebben we eerst nog team... Jel. Jel. Die kunnen we nog wel deze aflevering doen. En die battle met Hop dan de volgende aflevering. Prima. Ik ben nu al blij dat ik het muziekje niet kan horen, want ik heb veel te veel tijd op deze route doorgebracht. Zo erg? Ja, Shiny Hunt hè, met X. Ga je nog iets op zoek op deze route? Nou, ik denk dat ik Ninkada en... Doopie de laatste voor wat het is. Maar ik moet nog wel eventjes die Toxel ophalen. En ik ben nu eerst nog tegen trainers aan het vechten die op de route zelf zijn. Ver en af. Ik ga sowieso nog wel even rondkijken, want ik heb hier nog niet zo heel veel gedaan. Hallo Esper. Die zou ik wel eens willen gebruiken met jouw stick. Ik neem hem nog nooit gebruikt, die lijkt me best wel vet om te gebruiken. Nou, ik neem hem even mee en dan wil ik nog even, denk ik nog even wel een Mincino vangen. Want ja, Doopie doet het ook niet echt voor mij. Want mijn probleem is niet per se direct Ground of Rock types. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk over mij. Doe Pyder en Ninkade en Esper heb ik nu. Oké. Okay. Ja, weet je wat, ik kan nog even gaan kijken voor nog een Mincino. Maar... Dat is eigenlijk het enige. Ja, het is dat er 100 Mincino's liepen daarnet toen ik daar ja, was, anders had ik daar ook niet voor gezocht. Ik weet precies waar... de beetje damage. Ik weet precies waar ik voor moet naar gaan kijken. Hallo Mincino. Nee, dan fix ik alleen nog even de bike en dan is het klaar. Maar dat maakt het ook even een stuk makkelijker zometeen wanneer wij zo weer gaan grinden. Oh nee, Punky is dood. Ik werd gekrit. Galarian Zigzagoon? Yep. Jammer. Ja, ik werd gekrit. Dat is echt weer goor. Oké. Okay. Rip. Life goes on. Ja, maar ik vond het zo goed van mezelf dat ik nog geen Pokémon's dood te laten Kijk, gaan. Kijk, en daarom moet je ook niet kloppen op bewerkt hout. Ja. Ik heb mezelf gejinxed. Maar het had ook helemaal niet gehoeven, zie ik nu. Want ik had dus Galarian Zigzagoon even vooraan gezet, zodat ik Snarl kon doen op Ralts. Alleen blijkbaar was Flame Charge gewoon genoeg, zeg maar. Ja. Om hem te one-hitten. Mm-hmm. Ach ja. Pas één fout gemaakt. Breeder Adrian. Trombone. Oké, ik pak even nog dat item op. En ik ga nog even één keer kijken voor een... uitroepteken encounter. Lombre, nee, ik ga door. Ik ga even die bike fixen. Oké. Okay. En dan zijn we denk ik ook klaar voor vandaag. Hoe zal ik hem noemen? Oh, wacht even. Ik wil net naar boven lopen en dan komt er iets. Hallo, Applin. Jou mag ik spijtig genoeg niet vangen. Want ik zou een Appleton wel een keer leuk vinden om te gebruiken. Mhm.
Snap ik. Nee. Stuffels, jullie zijn wel heel erg van de route af. Ah ja, volgende stuk is alleen maar dark, hè. Spagonia. Die toxel die je krijgt, hè? Is crap, I know. Is level 1. I know. Ik hoop wel dat het een amped is dan. Maar volgens mij is het geen amped, want ik heb dezezelfde toxel gebruikt in mijn eerste playthrough. En volgens mij was het geen amped. Nou ja, dan kunnen we heel makkelijk voor je checken. Kan je de toxel open doen? Ja, moment. Zo. Toxel, ja. Wat is zijn nature? Zijn nature is... Hallo? Hallo. Oké, ik moet toch eventjes anders gaan kijken. Oké. Zijn nature is... Naughty. Naughty is amped. Ja? Ja. Oh. Nou, dat is nice. Ik hoop dat hij zover komt, maar... Dat hij zover de route zal overleven. Ja. Ik denk het wel. Zo. Nu moet ik eigenlijk deze mannekes even gaan trainen. Is dus misschien wel handig, swappen. Ja. Ja, zeker om zometeen als ik een water... Niet voor Toxel hoor, maar voor Electrike en voor Yamper is het wel fijn als hun. Oh, Scorbid duurt nog even. En ik van, wanneer evolueert Scorbid? Oh. Best laat hè? 24. Oh ja, dat is een beetje standaard, net als Rattata en zo, die ook allemaal op die level zeg maar. Ja, maar ik ben gewend als je zo'n early ding hebt, dat hij evolved op... 18? Ja, maar terwijl Rattata is ook een early, die doet ook 25 volgens mij. Ja. En die doet volgens mij ook. Dan heb je opeens Sentret. Ja, ik heb volgens op level 14. Dank je, yeah. Sentret. En daarom mogen we jou ook Sentret. Zo kan het ook. Hoeveel schade doet Shockwave altijd? Of is dat niet? Nee, dat is geen fixed. Hè? Die is nee, gewoon eentje die altijd niet. Raak is. Shockwave. Heeft geen fix, maar raak. Is altijd raak, ja. Ja. En de laatste. Kom door. Doei, people. En dat was het Team Yelgrunt. Moet ik nog een andere Team Yelgrunt verslaan? Volgens mij wel. Volgens mij moet je twee Team Yelgrunts verslaan. Ja. Maken we die andere ook nog even in. Oh, dan krijgen we straks eindelijk een fiets. Met die lelijke bike outfit. Ja. Yeah. Laten we daar maar niks over zeggen. Maar daar wil ik graag iets over zeggen. Het is lelijk. Nou, dan zeg je er wel wat. Nee, heb ik niet gedaan. Oh, oké. Okay. Vooruit. Vooruit met de begeit. Met de Wooloo. Oh, dat is een schaap. Is een schaap. Met een Go-Goat. Ja. Yeah. Zo raar dat ik de game nu voornamelijk speel met een fucking Tranquil. Dat is wel bijzonder, ja. Een van de slechtste birds. Early birds. Want zelfs yeah. Swallow is beter. Swallow vind ik, dat was vroeger mijn lievelingspokémon, hè. Okay. Nu niet meer, hoor. Ik ben door heel veel fasen gegaan, alleen Blaziken is echt nu al heel lang mijn lievelingspokémon. Rare ontwikkeling, ja. Blaziken, Swallow, Azumarill. Oké. Okay. Ja, nee, Blaziken is mijn lievelingspokémon, Azumarill nummer 2 en Toxtricity sinds deze game nummer 3. Ja. Ik heb de bike, dus... Wat? Ik moet nog aan de tweede beginnen. Moet je nagaan. Maar ik doe nu ook met pokémons die ik nog niet echt veel gebruikt heb. Om een beetje te trainen. Ver en af. Nee, die gozer zegt alleen maar Sableye, dus... Oh ja, ik zie het.
Dit is nog wel redelijk snel te fixen. Alweer als hij zo weer crit, hè, dan word ik echt boos. Dan weet je het alvast. Ik ben ook zo'n loser die dan elke... Ja. Oeps. Nee, kijk, degene waar ik altijd kut vind zijn die veel HP crits. Waar je ja, precies. Niks tegen ja, daar kan je doen. Echt niks aan doen. Nou zit ik er ook zo in van, oké, just take me. Ja. Oké, ik heb hem verslagen. Oké. Dan krijg ik waarschijnlijk de bike zo van die dokter. Yep. Wel echt 2020 die dokter, hè, met zijn mondkapje. Dat zeker. Goeie dokter. Zeker, zeker. Ja, skidopoe. Rotom bike. Die Rotom kan ook alles, hè. Die douw is ook eigenlijk overal in nu. Yep. Maar de Rotom bike is geen Pokémon. Nee, dat klopt. Rotom PC-box is geen Pokémon. Nee. Rotom drone met camera in de gyms is geen Rotom. Of Pokémon is geen Pokémon. Nope. De Rotom phone ook niet. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op de Subpar Guys. Het kanaal van Jordi. En natuurlijk op dit kanaal. En dan zien jullie heel graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.